Ja, Jelle Wallace, winnaar Dwars door Vlaanderen. Vertel eens, wat betekent deze overwinning voor jou? Voor mij is dat een bewijs dat ik heb het seizoen prachtig afgesloten en ik heb toegewerkt naar die weken en het is toch een bewijs dat ik mijn gevoel heb kunnen aanhouden. Wat ik al zei, het is de bedoeling om naar een wereldtoerploeg te gaan en dat is mijn bewijs eigenlijk. Jullie zaten met twee renners voorop. Hoe hebben jullie die finale aangepakt? Is er gesproken onder elkaar? Ja, ik zelf was al lang in de aanval. Het waren eigenlijk drie frisse mannen die bij me kwamen. En, mijn bedoeling was om zo lang mogelijk toen ze eigenlijk af te zetten. En, ik heb alles gegeven totdat we een minuut aan. En dan kon ik toch nog even speculeren. En zei ik tegen Toen dat ik nog een demarage ging plaatsen. En hij was ermee kort. Ja, laatste vraagje. De komende weken zijn nog belangrijker. Dit belooft natuurlijk, zowel wat jou betreft als wat Edward betreft. Wat ga je allemaal rijden en wat zijn je ambities in die nog belangrijkere wedstrijden? Nu, mijn volgende doelstelling is eigenlijk Gent-Wevelgem. Maar ik werk toe naar een Parijs-Roubaix omdat ik vorig jaar ontdekt heb dat die wedstrijd mij het meest ligt. En dat heb ik ook al ondervonden bij de beloften. Dus dat is eigenlijk mijn volgend hoofddoel, Parijs-Roubaix.